Nou, dit is wel een tentoonstelling die over 25 jaar kunstenaarschap gaat van mij. Maar in feite begon ik al op zeer jeugdige leeftijd met potlood en kleuren en te schilderen ook. Dus dat is alleen maar jeugd begonnen. En zeker op de lagere school, ik vond de tekenlessen een van de leukste dingen die er waren. En waar ik me toen al mee bezig hield en wat eigenlijk later al weer terugkomt in deze werken, is het naschilderen van een voorbeeld. En dat is wat ik eigenlijk in deze werken ook heel veel gedaan heb. Het maken van foto's van modellen en die weer gebruiken om te schilderen. Meestal de leeftijd zit zo'n beetje tussen de 15 en 25 jaar. Dat vind ik leuk om modellen om mee te werken. Vooral vanwege de uitstraling dat ze nog heel veel in hun mars hebben, een deel onzekerheid zien. En dat maakt het model, de personen, interessant om te gebruiken voor een schilderij. Meestal ontmoet ik ze in cafés en op straat en dan spreek ik ze aan. Eigenlijk maak ik zoveel foto's en zijn het zoveel houdingen en hoeken en vormen, dat ik daaruit eigenlijk het beste kies van wat ik kan gebruiken voor een schilderij. En dat ligt vaak ook aan een bepaalde houding, zelfs een bepaalde blik. Omdat je fotografeert, is dat secondenwerk. Kan een bepaalde blik de doorslag geven om er een schilderij van te maken. Ik gebruik ook wel eens foto's die van internet afkomstig zijn. Die ik dan weer gebruik in een schilderij. Een beetje tekenachtig geschilderd is het. Volgens mij zijn deze wat jonger dan die leeftijdsgrens die je net aangaf. Nee hoor, echt niet. En dit zijn close-ups van. Jongens die ergens mee bezig zijn. En ik heb alleen maar die portretten genomen waarbij de ogen dicht waren. Daarom heet de hele serie ook Closed Eyes. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Dat kan ik wel laten zien. Want het zijn gewoon. Tegenwoordig zijn er heel veel jongens die zich blootgeven op internet. Het is eigenlijk weer zo'n filmpje die dan op internet staat, bekijken. En dan kun je hem ook af en toe nog wel eens herhalen. Ik download het niet om het zelf te houden. Maar tijdens dat paar keer doorkijken van zo'n filmpje zie ik fragmenten in dat filmpje die mij interesseren. En dan probeer ik op de goede timing het beeld stop te zetten. Freeze frame heet dat, geloof Ja, ik. Hè? Heel duur, hè? Heet dat niet? Freeze frame of zo? heel Het bevroren beeld. Ja, en dat fotografeer ik. En van ver af dichtbij. En van daaruit ga ik ze dan wel weer in de computer bewerken en verzachten en vervagen en verkleuren en spiegelen. Dus het zijn eigenlijk gigantische. Ik vind het heel origineel. Ik had het werk nog niet gezien. Van welk jaar is dit dat je deze techniek hebt toegepast? Die is van vorig jaar, ook van 2010. Nou, toen dacht je van, ik heb nou een leuk model, maar het is niet genoeg. Ik ga nog maar bloemetjes op hem tekenen. Dat is op een grappige manier. Ga je zo'n kunstenaars ondervragen om te weten te komen wat er nou aan de hand is? Ja, ik vind het een beetje, waarom moeten nou bloemetjes? Toen ik het portret af had, het gezicht zo, het lichaam, dat ik denk van ja, maar ik mis toch nog een aanwijzing, iets vreemds of een detail wat er nog weer bij in moet, wat juist het tegenstelde van het vreselijke, grijzige, blauwige achtergrond. Ja, maar dat vind ik nou juist aardig. Het is zo'n mooi grijstoon portret. En dan kom je er opeens met van die, wat zijn het, roosjes of zo? Wat zijn het eigenlijk? Het is een behangpatroon. Ja, goed, behangpatroon heb je erover. Oh ja. Roosjes zijn, ja. Zijn het roosjes? Roosjes. Dat kan het heel goed zijn, ja. Maar goed, maar even zonder alle gekheid op een stokje. Je was niet tevreden met het portret. Je wou het opleuken. Ja, zo kun je het een beetje noemen, hè. Maar het is ook het contrast met het geel en het rood werkt heel erg goed. En eigenlijk ook de vraag van waarom zit het daar? Is het een tattoo? Het kan ook een tatoeage zijn die er in één keer op zit. En het geeft net dat vervreemdende effect wat ik wel meer in mijn schilderijen gebruik. Van, het is niet alleen maar sec dat portretje of dat model die er zit. Maar juist door er iets aan toe te voegen krijgt het net een andere twist in het geheel. En soms kan het heel goed lukken en soms lukt het minder goed. Maar er is hier iets, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Het lijkt wel of je een katholiek geestelijke bent hier. Ja, nee, ja, ik ben het zelf. Ik ben het zelf. Hoe bedoel je, bent het zelf portretje? Dit is als kind, als babytje ben ik dit. En dit ben ik toen ik 50 werd. En ik heb mezelf gecombineerd in een
ja, een soort kruisachtige stoel. Ik vind het zelf ook nog een beetje een soort elektrische stoel. Ik ga er even voor staan, een elektrische stoel. Ja. Nou ja, daar was ik zelf nog niet opgekomen. Waarom dan weer een elektrische stoel? Nou, ik zie dat beeld van zo'n elektrische stoel voor me die Andy Warhol is ooit eens afgebeeld heeft. En dat is ook zo'n zware houten gevaarte wat heel robuust is. En ik vind deze vorm ook een vrij robuuste vorm, zwaar. En daar zit dan ook nog iemand in. Dus ik associeer dat behalve met het kruis ook nog wel weer met de elektrische stoel. Maar je bent ook een beetje een geestelijke hier. Ja, ook toch wel. Ben je rooms van huis uit? Absoluut niet. Prachtig portret, hè? Heel puur. Ja, dit is een vrij puur, zoals je het wilt kunt noemen, een puur portret. Behalve de kleur is helemaal verblauwd, vergrijst, zeg maar. Het is geen huidskleur meer. En oh nee, de huidskleur is weg, maar het valt niet al zodanig op. Het zou ook een, zeg maar, een foto kunnen zijn met een moderne techniek dan verkleurd. Ja, dat kan. Zo heb ik hem niet gemaakt, maar zo heb ik hem geschilderd. Hij heeft geen behangetje gekregen zoals de collega eerder. Nee, maar hij heeft wel een mooi mutsje. Als attribuut. Maar dat had hij op. Ja, dat had hij op. Dit is een compleet zo gefotografeerd, zo uitgewerkt. Ja. Is het een serie typografische vorm van typografische kunst? Het zijn geen portretten. Nee, het zijn geen portretten, maar het gaat me dan ook meer om de woorden die er gewoon staan. Om werkelijke woorden te gebruiken, maar de interpretatie van het woord wat erop staat, die moet je meer psychisch vertalen dan werkelijk van dit is het einde van deze weg. Je kunt niet verder, draai om. Een schilderij van een verkeersbord. Het is zo anders dan de rest. Ja, dat klopt. Maar het is toch een deel van hoe ik ook werk. Dat het strakke en het gebruiken van woorden en letters. En het is heel rustgevend om dat te schilderen. Het is gewoon een idee hebben en daar ook achter staan. Hè? Ik bedoel, anders schilder ik het niet. Maar en dan ook de rust en de tijd ervoor nemen om daar 3-4 lagen geel en zwart over elkaar heen te doen. Om daar dagen heel rustig mee aan te werken. Wat een portret heeft, dat is vaak doordat je uitgaat van een bestaande foto die je maakt van een model. Dan maak je een keuze uit een plaatje wat je dan gebruikt, omdat dat een bepaalde uitdrukking heeft. En dat wordt geschilderd en bij deze serie in de laatste paar jaar ben ik eigenlijk gewoon maar weer eens begonnen met een wit leeg doek. En dan starten met een kleur of een streep en dan van daaruit verder werkend. Zonder dat je dan precies van tevoren weet van nou daarin eindigt het. En dat is bij een portret natuurlijk wel zo en een model ook. Van je begint ergens, je hebt het plaatje dus het moet ergens heen. En je kunt variëren in kleur, je kunt wat textuur veranderen, je kunt wat objecten bij veranderen, omgeving kun je veranderen. Dat zijn leuke ingrepen. Maar bij deze werken is eigenlijk beginnen op een leeg doek met een vlek, met een streep, met een laag verf. En van daaruit verder werken en kijken waar je dan uiteindelijk uitkomt. Dit is een serie die helemaal dus op de computer geknipt en geplakt is. En later als foto weer afgedrukt. Als een serie van 6 werken die gaan over de Cavafis uit begin 20e eeuw. En ik heb 6 gedichten van hem gebruikt om te verwerken in een collage, een fotocollage. Dus de teksten zijn van hem? De teksten zijn van hem en die staan ook in de werken. Dus, en wat ik erbij gezet heb zijn dingen die refereren naar de tekst. Als je de tekst hebt gelezen, dan dacht je van dit zou ik erbij kunnen zetten. En zo ben je tot die prenten gekomen. Ja, precies. Ja. Als we er zo doorheen lopen, je hebt dus zeg maar portretten van mensen. Je hebt affiche-achtige dingen gemaakt. Foto's hebben we gezien, stills, van video gehaald en dan weer dat ook vastgelegd en bewerkt. Dit zijn ook samenstellingen. Je hebt diverse invalshoeken waarin je jezelf met je werk bezighoudt. Mm-hmm. Is het belangrijk voor jou dat je alle kanten op kan, zonder dat dat een negatieve lading dreigt? Dus je kan alle kanten, gaat hij maar op. Hè? Weet hij de weg wel, wat wil hij? Nou ja, dat is een beetje het punt waar ik dan 25 jaar al mee bezig ben geweest. Heel in het begin, toen ik pas van de academie af was, toen had ik echt een grote verscheidenheid aan werk. Wat nog meer verschillend was dan wat hier nu hangt. En dat, dan werd dan ook gezegd van ja, maar je schildert realistisch, maar daarnaast ook heel, in één keer heel abstract en licht en donker. En daar kunnen we geen kant mee op, zoek je eigen weg en zoek een bepaalde stijl. En dat is meteen het gevaar dat je zelf dus meteen ook vast gaat leggen in een stijl en in een methode of een trucje. En dat heb ik ook wel een tijd gedaan,
Maar daarnaast wilde ik ook elke keer wel weer nieuwe dingen gaan doen en nieuwe dingen ontdekken binnen het schilderen en ook binnen de fotografie en binnen het computergebeuren toen het eenmaal in mijn leven binnenkwam. Dus die gevarieerdheid probeerde ik wel een beetje te vangen in dat vooral dat jongens-mannen gebeuren. Maar daarnaast is er ook nog zoveel te doen. En om dan net niet helemaal vreemd over te komen in één keer, zit er toch wel een bepaalde lijn in qua techniek van schilderen. Want het portret wat je ziet en een woordschilderij als Dead End, dat lijkt heel veel op elkaar qua werken. Ik denk dat de drive van het schilderen nog steeds is, hoewel het met ups en downs gaat. En variatie in mijn werk om daar weer overheen te komen. Om toch steeds nieuwe dingen te willen ontdekken. En uiteindelijk eigenlijk ook wel achter te komen dat het ook niet in één stijl hoeft en in één, op één methode of één verhaal hoeft te zijn. Maar als je het allemaal bekijkt, zo nu het hier hangt op deze expositie, zie ik zoveel lijntjes die, dat is dan wel leuk, die vanuit mij komen, maar die een heel gevarieerd beeld geven van mijn manier van werken. Ik heb uit 25 jaar werk heb ik foto's verzameld en die heb ik doorgestuurd naar de vormgevers. Die hebben weer een keuze gemaakt uit dat werk, want het was al veel te veel natuurlijk weer, om daar een mooi boek van te maken. Het boek is uitgegeven door Galerie Mooiman en vormgegeven door Jan van Stralen en Sandro Kortkaas, die dus ook de galerie runnen en tevens vormgevers zijn. En ik ken hem nog maar een paar jaar, maar zijn geschiedenis is met name goed bekend nu, zijn ontwikkeling in zijn werk ook door het boekje wat bij deze tentoonstelling is verschenen. De schilder, het model en zijn werk. En hij heeft een kunstacademie gedaan in Kampen. In Kampen? Ja, in Kampen. Maar hij wist wel dat hij homo was, maar zijn coming out als kunstenaar met mannenwerk, dus het schilderen van mannen, het schilderen van jongens, dat is eigenlijk pas 10 jaar na zijn kunstacademie tot ontwikkeling gekomen. Hij heeft zich op een gegeven moment, zo ongeveer nu zo'n 15 jaar geleden, echt ontwikkeld als iemand die veel met mannenkunst doet. En ook veel geëxposeerd op plekken waar, laten we maar zeggen, mannenkunst, niet specifiek homokunst, want dat is wat te beperkt. Mannenkunst, in het Engels zou je kunnen zeggen male figurative art, geëxposeerd werd. En dat was Galerie Faubourg in Amsterdam destijds, tot 2006. En in Villa Lila in Nijmegen. En ik heb begrepen dat de directeur van Villa Lila, hier ook aanwezig, die heeft het commentaar geschreven in de catalogus. Ja. Wat meer is dan een catalogus. Ja, eigenlijk is het de kleine oeuvre catalogus. Niet de catalogus van de tentoonstelling, maar een kleine oeuvre catalogus van het werk van Peter Kolstee. En daar wordt de ontwikkeling in geschetst, de centrale thema's. Onder andere het thema modellen en jongens komt daar duidelijk in aan bod. En hij, Helm de Laat, dus de voormalig directeur van Villa Lila, heeft daar een hele mooie, heldere, begrijpelijke tekst over geschreven. Hoe zou jij zelf Peter willen karakteriseren en neerzetten als je dat in twee regels moet doen? Een kunstenaar met een sterk gevoel voor schilderkunst en goed en mooi kunnen schilderen. Maar een kunstenaar die ook bereid is om steeds zich te ontwikkelen, nieuwe thema's aangaan, nieuwe technieken uitwerken. Een kunstenaar die gewoon in ontwikkeling blijft en die ook zich ontwikkelt van binnen, laten we maar zeggen wat je homokunst zou kunnen noemen, van ene thema naar een ander thema. Een kunstenaar waarvan we, als hij aan het werk blijft, vast nog meer kunnen gaan verwachten. En hij heeft iets met ogen, hè? Met het oog op de toekomst? Misschien wel, met het oog op de toekomst, dat zou zeker kunnen. Maar hij, kijk, er hangen hier nu heel veel jongensportretten, die zijn verstild. Die zijn bijna geïdealiseerd. En wat daar dan erg in aanspreekt voor de kijker is, zijn de ogen. Dus die zijn heel levendig in een wat verstild, bijna gebeeldhouwd portret.